2000 begint het allemaal voor Silver, eerst nog onder de naam Liquid. Als uitkomt dat Sylvie de Bee de stem van de groep is, scoren ze meteen hoog in alle hitlijsten. Ja, hier en omliggende wereld delen wisten wel wat zij in haar verleden gedaan had en dat het een goede zangeres was. En ja, zoals ze zegt, het was echt de bedoeling van laten we eens één plaatje samen doen. Het succes voor Silver komt snel. Het ene na het andere album valt in de prijzen. En in 2001 breken ze ook nog eens door in het buitenland. Het is niet altijd even makkelijk geweest. We hebben wel sowieso even onze dieptepunten gehad met dan persoonlijke problemen. Maar we zijn er nu terug. We hebben zo wat, ja, een klein comebackje gemaakt, dat je het zo moet noemen. Maar het is eigenlijk altijd even plezant geweest. In 10 jaar tijd verkoopt Silver meer dan 1,5 miljoen cd's. Er zitten ook wat covers tussen. Van ABBA bijvoorbeeld, of recent nog van John Miles. En wie Silver zegt, zegt natuurlijk ook Sylvie Melody. De zangeres waar ze nu wel weer aan herinnerd wil worden. Vroeger wou ik niet echt over het Sylvie Melody tijdperk praten, maar dat was omdat ik ook een tiener was en dan een beetje rebelleren en zo, je kent dat. Maar nu, dat is een deel van mij, daar is het allemaal mee begonnen.